Ja, dan is het nu tijd voor onze verkiezingsserie waarin we elke avond een lijsttrekker te gast hebben van de 13 grootste partijen. Vanavond is dat de SGP. Er is niet één partij zo stabiel als de staatkundig gereformeerde partij. Al sinds de oorlog haalde de partij soms 2 zetels, meestal 3, maar ook nooit meer. Er is wel een belangrijk verschil. Door de versnippering van het politieke landschap wegen die zetels de laatste jaren veel zwaarder dan vroeger. Hoog tijd dus voor een analyse van de partij en een gesprek met de leider ervan, Kees van der Staaij. Meneer van der Staaij, hartelijk welkom. Fijn dat u er bent. We begonnen deze uitzending met dat Europese vaccinatiebewijs. Gaat u zich laten vaccineren als u aan de beurt bent? Ik ga dat heel zorgvuldig overwegen. Dat is wat wij ook als partij steeds naar voren hebben gebracht. Dat we tegen dwang zijn. En dat is eigenlijk al iets waar, ik zou zeggen, de partij bijna voor opgericht is. Want 100 jaar geleden speelde die discussie ook al. Maar tegelijkertijd dat wij ook het belang zien van die vaccinatiegraad. Dus wij zijn niet als partij tegen vaccinatie, maar wel tegen vaccinatiedwang. Maar als het over uzelf gaat, zegt u, ik ga dat nog overwegen. U bent er nog niet over uit. Ik heb ook besloten dat ik voor mijzelf er goed aan doe, juist omdat er in de achterban ook verschillende keuzes in gemaakt worden, om niet heel erg uit te stralen wat ik zelf ga doen. Maar eigenlijk meer juist de tolk te zijn van juist al onze stemmers. Om te zeggen van wij staan voor die vrijheid rond vaccineren. Ja, we weten natuurlijk dat het ingewikkeld ligt, vaccineren bij uw achterban. Maar is dat nu niet anders? Je zou kunnen zeggen het is een pandemie, een wereldwijde crisis, ongekend. Ligt dat dan niet anders? Nou, dat zal zeker ook zijn invloed hebben op, zeg maar, als je juist denkt, ik vind niet dat ik me voor elk ziekte die er maar op kan doen, moet vaccineren. Maar dan kan, als er acutere dreiging is, dat wel degelijk ook weer je eigen verantwoordelijkheid onderstrepen. Dus die vraag van, moet je inderdaad het meer eigenlijk aan de voorzienigheid van God, zijn leiding overlaten. Moet ik me wel hier ook aan deze vaccinatie onderwerpen? Moet ik voor die route kiezen? Er zijn veel mensen die zeggen, ja, dat is een nuttige voorzorgsmaatregel. Daar moeten we dankbaar gebruik van maken. En anderen die zeggen van, ja, ik heb daar toch ook wel moeite mee. Ik ben bang dat ik daarmee geen goed doe. Maar heeft u daar niet als volksvertegenwoordiger dan een extra verantwoordelijkheid in, omdat we in zo'n grote crisis zitten, om dat juist wel uit te spreken? Zoals andere politici dat juist wel doen en zeggen, kijk, ik ga het doen, dat vaccineren. Ja, wat ik belangrijk vind, kijk, het is ook voor mijn achterban niet van doorslaggevende betekenis wat Kees van der Staaij gaat doen. Het is van belang dat er goede en eerlijke informatie wordt gegeven. Dat is wat in het. En die wordt gegeven. Daar heb ik ook juist complimenten voor aan de kant van het kabinet. En juist niet door te zeggen heel erg van, u moet het doen, bij wijze van spreken, of met heel erg veel morele draai. Maar hij gaat ook niet zeggen wat u zelf gaat doen. Nou ja, mijn oprechte overtuiging is dat het, zeg maar, dat ik juist eigenlijk ook daarmee mijn partij dien. Door te zeggen van, u kunt ervan op aan dat wij ons sterk maken en het kabinet oproepen om daar hele heldere, goede informatie te geven. En ik roep iedereen op om, het is een belangrijke zaak, daar wel zorgvuldig over na te denken vanuit de verantwoordelijkheid voor jezelf en voor anderen. Laten we gaan kijken naar uw partij en naar u als lijsttrekker. Kees van der Staaij komt 22 jaar geleden als groentje in de Kamer. Nou, ik denk alleen, kijk, voor een partij als de SGP, alleen al de beeldvorming, die zal ik al heel eenvoudig alleen met mijn verschijnen kunnen doorbreken als men denkt dat het de partij van oude mannen is. De jonge Kees vertegenwoordigt een ultraconservatieve christelijke achterban, waarvan een groot deel gelooft dat de televisie de duivel is. Zoals ik het zie, is de duivel heel listig bezig om op allerlei manieren de mensen van God vandaan te houden. Eind jaren 80 wilde de SGP zelf ook niet meedoen aan televisie. Waar komt u voor, heren? NOS Televisie. Heb je toestemming? Maar Van der Staaij presenteert zich opener, vriendelijker en kan goed met collega's overweg. Dat heel goed zelf kunnen. De SGP heeft inmiddels zelfs een eigen YouTube-kanaal. Ja. En Van der Staaij schuift regelmatig aan bij talkshows, waar hij als langzittend Kamerlid duiding mag geven over staatsrecht. De Nestor van de Tweede Kamer, hoe vindt u dat het op dit moment het parlement functioneert? Alleen soms ontstaat er ophef. Bijvoorbeeld als uitlekt dat hij achter de schermen een anti-homo-verklaring ondertekent. Kwetsend en zo beschadigend. Of als hij zich laat ontvallen dat vrouwen bij verkrachting minder kans zouden hebben op zwangerschap. Gelooft u er ook in? Dat is een feit. Ja, die laatste uitspraak leverde destijds veel ophef op, omdat vrouwen natuurlijk wel degelijk zwanger kunnen raken na verkrachting. Toch is de SGP een serieuze partner voor andere partijen. Arjen. Ja,
En zeker de afgelopen 10 jaar, want de kabinetten van premier Rutte die zijn vaak smal. En dus moet premier Rutte om meerderheden in de parlementen te krijgen vaak op zoek naar partners. En daar was regelmatig de SGP van Kees van der Staaij de afgelopen jaren. Ze hoorden op een gegeven moment zelfs bij de C3, de constructieve drie, de politici die bereid waren om Rutte uit de brand te helpen. En daar kreeg de SGP ook van alles voor terug wat ze graag wilden. Meer ruimte voor weigerambtenaren, meer ruimte voor de zondagsrust en meer kinderbijslag. Je zou dus kunnen zeggen, er was zaken te doen met de SGP. Ze stonden er goed op in Den Haag, ze werden sympathiek gevonden. En het langzittende Kamerlid was zelfs het geweten van het staatsrecht. En dus is het interessant als ze die invloed echt hebben om ook te kijken naar wat die partij nou eigenlijk echt diep van binnen het meeste wint. En dan is het interessant om te gaan kijken naar het beginselenprogramma van die partij. Wat is nou dat wat de SGP er drijft? En dan valt het bijvoorbeeld op dat ze vinden dat je in Nederland buitenhuis eigenlijk alleen maar christelijk kan zijn. Andere godsdiensten, valse godsdiensten dus niet. En die moeten zelfs worden uitgesloten. Alle scholen in Nederland moeten ook christelijk zijn. Openbare sport moet worden verboden als het gaat om grote sportevenementen, want dat is volgens de SGP verdwazing. Mannen zijn het hoofd van het gezin. Vrouwen mogen eigenlijk niet politiek actief zijn, mogen eigenlijk ook niet stemmen en scheiden moet moeilijker worden. En gokken moet verboden worden en vloeken moet verboden worden in Nederland. Het zijn dus strenge regels waar de SGP er zichzelf aan houdt. En in het huidige politieke landschap in Nederland, waarin partijen elkaar de tent uitvechten en om het minste of geringste soms ook uitsluiten, vraag ik mij soms wel eens af of de heer Van der Staaij zichzelf niet eens een keer verwonderd opkijkt en bij zichzelf denkt, iedereen doet maar zaken met mij, maar waarom sluit eigenlijk niemand mij uit met deze standpunten? Nou, meneer Van der Staaij. Nee, dat heb ik eigenlijk nooit gedacht. Maar dat filmpje, laten we hem even zitten. Ik heb best wel een hoop dingen, nog wel wat opmerkingen op de manier waarop jullie het weergeven. Bijvoorbeeld over die hele abortusrel toen. Dat was ook voor mijn gevoel een grote communicatiestorm, omdat we heel erg langs elkaar heen praten. Ik zou dat nu niet meer zeggen, dat vrouwen niet zwanger kunnen worden. Dingen werden aan elkaar geplakt met wat een of andere Amerikaan had gezegd. Mm-hmm. Wat helemaal niet door mij werd gezegd. Dus dat was toen ook. Ik heb teruggekeken. U zegt daar gewoon van, dat is een feit. Nee, wat ik zei, maar gaan we nu echt het 2013 overdoen? Nee, daarom dacht ik, we gaan dat niet helemaal overdoen. Ik heb genoeg andere dingen met u te spreken, maar u komt er zelf op. Ik ben daar 's avonds toen in een talkshow geweest en heb ik uitgelegd wat ik bedoelde daarin. Ik weet niet of het dan nog ergens terug te kijken is. En hetzelfde ging over Nashville. Daar heb ik inderdaad in de Kamer ook nog een heel goed debat, vond ik, over gehad. Waar je ook toen uitgebreid kon toelichten wat was er nou echt aan de hand en we gingen erover. Maar dan zie je ook wel weer, zo gaat dat soms, er is even wat hectiek over een onderwerp. En er worden etiketten opgeplakt. En het echte, wat meer rustige en verdiepende gesprek, dat is dan vaak minder interessant. Dat gaan we nu doen. We hebben de hele avond toch voor, hè? Nu. Nou, niet de hele avond. Maar we gaan wel. Waarom word je niet uitgesloten? Kijk, zo'n beginselprogramma, dat is natuurlijk een document wat, SGP is een oude partij, dus het is een document wat 100 jaar geleden is opgesteld. Laten we nou niet vooruit lopen, want ik heb natuurlijk een paar vragen voor u bedacht. Om juist rustig te kijken, want dit is inderdaad verleden, we hebben even een filmpje gemaakt, maar waar het om gaat is wat staat er nu in het programma en wat staat er in uw beginselenprogramma. Ja. En daar wil ik gewoon een paar vragen over stellen. Ja, maar misschien nog even, omdat je zegt, word je niet uitgesloten, denk dus wel, kijk eens naar bijvoorbeeld, ik heb gisteren nog geciteerd uit het beginselprogramma van 1948 van de VVD. Mm-hmm. Daar wordt gesproken over op christelijke grondslagen gebaseerde samenleving. Er wordt gesproken over geestelijk nihilisme als een bedreiging. Als je dat nu zou pakken, dan zou je zeggen, oeh, wat is dit voor een fundamentalistische partij? Nou, laten we gewoon even kijken dus, hoe... Je ziet dus in je verkiezingsprogramma, daar zie je echt met de vanuit dat beginselprogramma, met ook dus vanuit een wereld van het verleden, maak je de vertaalslag naar wat vind je vandaag de dag nu echt belangrijk? Dus ik vind met zomaar zinnetjes uit een oud beginselprogramma, kan je ook een beeld neerzetten, hè, dan het uitsluiten die heel anders is dan het verkiezingsprogramma. En als je dat verkiezingsprogramma kijkt, dan zie je dat heel veel mensen zeggen van, ja, weet je, eigenlijk is die SGP gewoon een hele goede partij. Ja, die zou ik ook wel willen stemmen. Maar ik wil dan met u echt nu even naar dat programma gaan kijken. Leuk. Want een punt wat u in uw verkiezingsprogramma 2021 staat, is dat u voorstander bent van de doodstraf. Kijk. Daar wil ik graag met u over hebben, want dat is natuurlijk, u mag dat vinden, maar in de Tweede Kamer is dat natuurlijk een omstreden punt. Waarom is dat voor u, voor uw partij, zo belangrijk?
Er was van de week nog ophef over Nuremberg. Over of wat je eigenlijk van zegt. Thierry Baudet. Wat je eigenlijk zegt als je zegt van was het allemaal wel legitiem? Er waren ook doodvonnissen op Nuremberg. Voor de ergste oorlogsmisdadigers. En ik zeg niet als SGP, dat was allemaal verschrikkelijk fout. En daarna is het licht aangegaan. En vinden we nu dat alles beter is geworden. Wij zeggen nog steeds, en dat staat inderdaad in ons beginselprogramma. Wij vinden dat voor hele bijzondere, uitzonderlijke levensdelicten ook die ultieme, huiveringwekkende straf gerechtvaardigd kan zijn. Ja, dus als de moordenaar van Pim Fortuyn bijvoorbeeld, hè, heeft u nummer 2 wel eens genoemd, of de moordenaar van Theo van Gogh, dat zijn mensen waarvan u zegt, daar zou dat geoorloofd worden. Oorlogsmisdadigers, terroristen vinden wij principieel dat je dat niet zou moeten uitsluiten en dat je bijvoorbeeld ook zou kunnen uitleveren aan landen. Dat is eigenlijk het concrete punt wat wij in het verkiezingsprogramma maken. Nu zegt eigenlijk de meerderheid in de Kamer, stel dat er een land is die de doodstraf heeft en een terrorist die zou je eigenlijk willen uitleveren, want die komt uit zo'n land. Ja, naar een land waar de doodstraf. Ja, dan kan dat niet, want dat is zeg maar verwerkt. Dan zeggen wij, dat is het concrete politieke punt. Ja, maar u gaat wel iets verder, want in 2017 zei u alleen dat. In uw verkiezingsprogramma, nu zegt u ook dat u gewoon de doodstraf aan zich een geoorloofde straf vindt. Maar het blijft nog steeds gekoppeld aan dit specifieke, deze specifieke politieke maatregel van de juiste uitlevering. Ja. Maar als we even bedenken, kijk, u heeft 2 zetels, maar stel even dat u meer voor het zeggen zou hebben. We kijken naar wat u echt wil. Dit is een punt in het verkiezingsprogramma. Het staat ook in uw beginselenprogramma. Hoe zou zo'n doodstraf, als we even ons voorstellen dat we hem wel in Nederland zouden kunnen krijgen? Wat zou dan een doodstraf zijn die bij Nederland zou passen? Want als we kijken wat voor vormen, we hebben de stoel, we hebben gif, we hebben ophanging, we hebben een kogel. Wat zou dan bij Nederland kunnen passen, denkt u? Er zou een 2/3 meerderheid nodig zijn. Ik denk niet dat dat een realistische optie is. Nee, maar dat snap ik. Maar met 2 zetels is dat natuurlijk sowieso ver weg. Maar we proberen een beeld te krijgen van stel, wat u. Het kan zomaar gebeuren dat veel mensen zeggen van. En eigenlijk is dit een opvallend punt. Hè, van, je ziet rond zo'n onderwerp als de doodstraf. Dat daar uit opiniepeilingen vaak blijkt. Dat daar een meerderheid soms ook voor is. Mm-hmm. En dan zeggen wij, nou, ik zou toch dit punt niet zomaar via referendum willen laten bepalen. Omdat het wel een heel teer onderwerp is, wat ook echt. Kunt u het uiteindelijk invullen hoe het dan eruit zou moeten zien, wat dan bij Nederland zou passen? Nou, ik denk. De manier waarop? Om dat concreter te maken? Om het concreter te maken zou ik meer denken aan onderwerpen als waar je dan inderdaad dat niet zou willen uitsluiten voor terrorisme. Nee, maar dat is wie het gaat. Maar ik bedoel de manier waarop. Zou dat dan een injectie moeten? Of zou als dat dan 2/3 meerderheid van Nederland zou daarachter zou staan, dan zou 2/3 van Nederland daarover kunnen Heeft denken. Heb je er wel eens over nagedacht? Ik heb die vraag ooit wel eens gekregen. Van zou je dat zeg maar ook zelf, zou je dat zelf ook voor mogelijk houden om dat daadwerkelijk uit te voeren? Nou, dan moet ik denken aan militairen die met situaties te maken hebben. Dat er soms ook het doden van mensen nodig kan zijn als ultieme bescherming. Daar komt dat in de buurt. Nou, ik denk daar niet makkelijk over. Ik vind dat huiveringwekkend. Omdat, dus je gaat het niet invullen hoe je het zou willen, omdat het überhaupt ver weg is. Dan gaan we naar een volgend punt, wat denk ik ook een interessant punt is. Dat komt uit uw beginselprogramma. Daar verwijst u naar een heel belangrijk artikel, waarin het gaat om die, en Arjen noemde het al net even, over valse godsdienst. Het gaat dan om artikel 36 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daar staat letterlijk om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst om het rijk des antichristen te gronden te werpen en het koninkrijk van Jezus Christus te doen vorderen. Wat is een valse godsdienst? Ja, dat is een oude term dus ook weer. Want het komt uit een belijdenisgeschrift uit de 16e eeuw. Ja. Dus dat is nog wat langer geleden waar we het net over hadden. Het beginselprogramma verwijst daar wel naar. Ja, het beginselprogramma verwijst dus naar die tekst vanuit. Ja. Dat is Wat is het dan, valse die godsdienst? Context. Nou, bijvoorbeeld je zou kunnen denken aan de islam. Dat is wat ook in die tijd daarmee ook werd bedoeld. Maar het is al een hele oude tekst. Zeker, ja. Zou het dan niet ook over de katholieken gaan?
Het zou in die context van de 16e eeuw stond dat veel scherper tegenover elkaar. Ja, ja. Maar de katholieken kunnen gerust zijn. Dat is niet zeg maar nu, in de tijdsverloop sindsdien, zou het niet denkbaar zijn dat je zou zeggen van nou, de katholieken hebben geen vrijheid van godsdienst. Nee, dat zou je niet denken. Maar ook de katholieken voelen zich toch, blijkt, aangesproken door het feit dat u in het beginselprogramma naar dit artikel verwijst. Ja. En wij spraken een kiezer, Klaas Gerard Jumelet, die eigenlijk heel graag op de SGP zou willen stemmen, maar die verwijzing in uw beginselprogramma naar dat artikel 36 een obstakel vindt. Luister even. Ik ben katholiek en ik zou heel graag op de SGP stemmen. Alleen er is iets dat me toch daar dreigt van te weerhouden. In de beginselen van de SGP, daar staat dat afgodsdiensten geweerd en uitgeroeid moeten worden. Bij het woordje weren, nou ja, dan denk ik aan de geloofsuitingen die van straat moeten worden geweerd. Bijvoorbeeld geen kruisen op straat, geen Mariabeelden op straat. Ik vind dat al heel erg ver gaan. Maar als we het dan gaan hebben over uitroeien wat daar staat, dan hebben we het helemaal. Waar denken we dan aan? Aan een dood? Aan opsluiting? Aan gevangenisstraf? Beste meneer Van der Staaij, als katholiek wil ik graag op uw partij stemmen. Maar in de beginselen staat dat afgodsdiensten geweerd en uitgeroeid moeten worden. Wat bedoelt u precies met afgodsdiensten? Welke godsdiensten zijn dat? Wat bedoelt u met het uitroeien daarvan? En bent u bereid om dit artikel uit uw beginselenprogramma te halen of het te nuanceren, zodat ook katholieken zich veilig voelen in de SGP? Ja, wat is daarop uw antwoord? Bent u bereid dat uit uw beginselenprogramma te schrappen? Ik zou zeggen, daar is juist de afgelopen periode een mooie studie over verschenen vanuit het Wetenschappelijk Instituut in samenwerking met het Hoofdbestuur, om eigenlijk dat punt meer te actualiseren naar wat dat vandaag de dag betekent. Wat zou dat dan moeten zijn? En dat betekent dat daar meer, zeg maar, de oude formule was meer van we zijn voor gewetensvrijheid, maar tegen godsdienstvrijheid. We zeggen, dat past niet meer in deze tijd om dat op zo'n manier te vertalen. Dus het is meer dat wij zeggen, wij zijn voor godsdienstvrijheid, voor de basale godsdienstvrijheid. Dus ook andere voor iedereen. Godsdiensten. Dus ook voor andere godsdiensten hebben basale, dat hoort bij de rechtsstaat. En maar schrappen, is dat dan schrappen wat hij vraagt? Dan bent u bereid het te schrappen of zegt u ik ga het aanpassen? Nou, wat ik zeg is van kijk, met alle beginselprogramma-formuleringen moet je natuurlijk, waar die verwijzing ook in zit, daar moet je ook van tijd tot tijd kijken van hoe actualiseer je dat. Maar daar loopt ook nog weer een traject binnen de partij. Maar die verwijzing kan je natuurlijk gewoon schrappen. Ik bedoel, je hoeft niet het artikel 36. Ik bedoel, dat is heel oud. Je kan natuurlijk gewoon de verwijzing in artikel 1 in uw beginselprogramma zeggen, dat schrappen we. Maar wat belangrijk is dat je niet één geïsoleerd punt eruit haalt, maar dat je eigenlijk ook van tijd tot tijd, denk ik, is dat belangrijk voor alle politieke partijen en ook voor de SGP, om te kijken van hoe kan je ook weer je beginselprogramma zo formuleren dat het past bij wie je ook wil zijn in deze tijd. Dat heeft tijd. U niet voor deze verkiezingen dan gedaan. Dat moet dan nog gebeuren. Want er staat ook een artikel 4 in. Eigenlijk is je verkiezingsprogramma natuurlijk meer. Hè? Ik snap het hoor, dat je ook naar een beginselprogramma kijkt. Maar eigenlijk is je verkiezingsprogramma. Naar de diepere gronden. Ja, maar het verkiezingsprogramma is eigenlijk ook best juist een hele vertaling. Je kan bij elk programma onderdeel ook wel kijken van wat zijn je formuleringen die je daar in het verleden voor gehanteerd hebt. Maar wat zit er eigenlijk ook achter? Ja, maar daar wil ik nog even een concreet punt vragen. Want nog artikel 4 in uw beginselprogramma staat ook dat de overheid ongeloofspropaganda, valse religies weer en antichristelijke ideologieën moet weren. Hoe moet de overheid dat doen? Ja, nou, dat is eigenlijk in de tijd van het beginselprogramma had je daar hele concrete debatten over, hè, in de Tweede Kamer, in de jaren 20. Ja, maar dit is in 2003 nog geactualiseerd, zeker, hè? Dus zeker. Het is niet zo oud. 1989 is daar eigenlijk nog een herziening over gekomen. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel van die oude passages daar overeind gebleven. Maar wat je natuurlijk ook ziet, is ook als het gaat om de vrijheden, de grondwettelijke vrijheden, dat daar ook 100 jaar geleden hele intensieve discussies over waren. Dat bijvoorbeeld ook atheïstische propaganda, dat er God bestaat niet, dat daar in de hele Kamer geschokt over werd gesproken en gedebatteerd werd. En dat een groot deel van de Kamer zei van. Hè, dus, maar ik wil weten wat u nu, want het staat er nu nog in, het is geactualiseerd, dus we proberen uit te vinden. Dat vindt u nog steeds? Dat zie je in het verkiezingsprogramma. Dat is eigenlijk de actualisatie. Dus ik zou zeggen, over welk punt van het verkiezingsprogramma gaan we het hebben? Nou ja, ik wil graag weten. Dat is wat je met dat beginselprogramma vanuit zoals dat geldt in deze tijd eigenlijk wil in je politieke praktijk, dat staat er als verkiezingsprogramma. Okay. Dan de vraag, wat betekent dan dat artikel
voor de praktijk nu? Want als je dat zou zeggen, van het weren daarvan, ja, mag je dan bijvoorbeeld geen halve maan op een moskee, geen Joodse gebedshuizen, Maria-beeldjes, kruisbeelden in Limburg? Hoe moet ik me dat voorstellen, concreet? Nou, dat is niet wat wij bepleiten. Nee? Nee. Dat mag allemaal gewoon. Maar wel, nou, daarom zeg ik, kijk naar het verkiezingsprogramma. Dat is de concrete vertaling. Mm-hmm. Waar we bijvoorbeeld wel zeggen van, nou, neem nou zo'n actueel punt als zo'n gebedsoproep. Waarvan je zegt van, dat is iets wat ook weer in je maatschappelijke verhoudingen, wat ook in de uiting zelf anders is dan het klokgelui wat bij Nederlands. Dus dat mag wel, die klokgeluiden mag wel, maar dan zo'n oproep van een moskee mag niet. Maar de moskee zelf, of dat symbool, de halve maan, mag wel. Op zichzelf hoort bij de godsdienstvrijheid ook dat daar ruimte is voor moskeeën. Wij staan er niet bij te applaudisseren. Dat is je inhoudelijke punt, hè? Dat je natuurlijk wel zegt van als wij zijn een partij. Maar niet actief van de overheid, waarvan als u het voor het zeggen zou hebben, dat u zegt we moeten actief zorgen dat er geen uitingen meer zijn van andere geloven dan het christelijke. Wij vinden het van belang, en dat is dat in die studie gerechtigheid verhoogt een volk. Die is ook nog, denk ik wel, te vinden op de website. Daar is een mooie actualisatie gegeven, ook vanuit het beginsel van hoe vertaal je dat nou naar de praktijk van nu. En daar is bijvoorbeeld van gezegd van die basale vrijheden zijn voor iedereen van belang. Maar dat betekent niet dat het een soort van kleurloosheid moet zijn. Als het gaat om bijvoorbeeld christelijke feestdagen of een bijzondere positie van de zondag. Vind je dat eigenlijk nog passen bij de samenleving van 2021? Sommigen zeggen nee, ook niet meer. Dan moet je eigenlijk van zeggen dat is een soort van bevoorrechting van het christendom. Daarvan zeggen we, nou, dat hoort ook bij het wat Nederland gestempeld heeft. Mm-hmm, en daar komen wij voor op. Ja, dus dat is echt. Laten we inderdaad wat meer naar het nu gaan. Over de vraag met welke partijen u zou willen samenwerken. Want binnen uw partij was er vorige maand gedoe, zullen we maar zeggen. In die zin dat de voorzitter, de nieuwe kerstverse voorzitter, zei we gaan niet samenwerken met Forum voor Democratie. Dat was natuurlijk na die onthullingen van dat appverkeer, antisemitische appjes onder andere. Dezelfde dag zei u, nee, maar we sluiten geen partijen uit. Waarom niet? Het ging niet in het interview niet zozeer over appjes. Het ging over het feit dat Forum voor Democratie ver afstaat van de partijen als de SGP. Beklemtoonde onze partijvoorzitter. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar u had wel samen partijbijeenkomsten, toch? Dat was niet zo ver weg. Nee. Samen partijbijeenkomsten. U heeft toch wel eens een samen partijbijeenkomst georganiseerd? We hebben wel eens stevige debatavonden gehad. Ja, inderdaad, waar juist ook de verschillen in naar voren kwamen. Overeenkomsten, maar ook verschillen. Mm-hmm. En dat vind ik een heel mooi gebruik. Dat moeten we vooral met alle partijen blijven doen. Daar staan we als SGP ook bekend voor dat we ons niet in onze eigen bubbel opsluiten. Mm-hmm. Maar graag het debat gaan met andere niet, partijen. Geen samenwerking met de Forum voor Democratie. En u zei diezelfde dag nog, nee, we sluiten niet uit. Klopt, we hebben dat met elkaar toen ook besproken. En heb gezegd van samenwerken, wat versta je daar precies onder? Hij zei, wat ik vooral, we waren het daar samen roerend over eens. Wat hij in dat interview wilde beklemtonen, is van, denk niet dat het een partij is die in alle opzichten heel dicht bij ons staat. Er zijn grote verschillen op bijvoorbeeld de pro-life standpunten. Maar dat is natuurlijk met een partij als de VVD ook zo. Voor Democratie is natuurlijk wel een ander verhaal. Want hij zei het toch naar aanleiding van het gedoe binnen die partij. Dat was niet de vraag. Het ging echt. Als je zijn er andere partijgenoten van u. Bijvoorbeeld een SGP-burgemeester van Veenendaal. Die zijn lidmaatschap heeft opgezegd. Die echt zei, dit gaat me te ver. En wij hebben ook een kiezer gesproken die zegt, ik stem al 20 jaar op de SGP. Maar ik wil echt weten hoe dat zit met Forum voor Democratie. Kijk even. Ik stem zeker al 18 jaar op de SGP. Dan kun je toch wel zeggen dat ik een trouwe stemmer ben, denk ik. Maar dit jaar twijfel ik heel erg of ik dat wel zal doen. En wel om het standpunt over de samenwerking met Forum voor Democratie. Binnen die partij is het antisemitisme zo naar boven gekomen de laatste weken. En Kees van der Staaij, de lijsttrekker van de SGP, blijft zeggen dat hij openstaat voor samenwerking met iedere partij. En het partijprogramma van het SGP zegt mij heel duidelijk dat ze achter Israël staan. En juist daarom snap ik het standpunt van Kees van der Staaij niet. Beste Kees, vind jij niet dat de Forum voor Democratie echt de grens overgegaan is door die zwerm van antisemitisme dat aan die partij kleeft? En waarvan je echt duidelijk moet zeggen, wij kunnen daar niet mee samenwerken. Beste Kees, als je dat duidelijk maakt,
is mijn stem voor jou. Nou, gaat die stem naar u? Ik wil zonder meer zeggen dat wij afstand nemen van alle vormen van antisemitisme. En dat, ja, maar ik juist... dat is heel algemeen. Het gaat natuurlijk ja, maar ik om... heb de afgelopen periode keer op keer me ingezet. Met ook moties juist voor elkaar te krijgen om de antisemitisme-definitie ook ruim te formuleren. Ja, maar dat gaat daar... weg van... het gaat natuurlijk echt even over de samenwerking met... Ja, maar wat is samenwerking dan? Zeg ik dan ook tegen meneer natuurlijk. Hè? Samenwerken is dat ik geen moties indien nou, met partijen? Nou, bijvoorbeeld een coalitie vormen. Maar de coalitie, dat is wel weer een hele bijzondere vorm die je daarmee zou aangaan. We hebben als SGP tot nu toe nog geen coalitie landelijk, zeg maar, gehad. Zeker, zou prima zijn dat als wij daar ook deel van zouden uitmaken. En dan zou ik op geen enkele manier antisemitisme of flirten met antisemitisme tolereren. Snap ik. En maar... ik vind ook dat een partij als Forum zich ook zelf buitenspel heeft gezet. Met alle uitlatingen die Thierry Baudet de afgelopen periode heeft gedaan. Wat heeft u wel eens die aan hem gevraagd? Geur heeft van u wel eens... die appjes die daar opstijgt. Ja, daar willen wij natuurlijk helemaal niets mee te maken hebben. Heeft u hem daar wel eens op aangesproken? Want u heeft wel gewoon goed contact met hem, toch? Ik heb weinig contact met hem. Heeft u het gevraagd dus aan ik hem? Zou zeker op het moment dat ik weer eens met verschillende andere fractievoorzitters een koffierondje zou hebben, zou dit onderwerp aan de orde komen. Maar het is ik nog heb niet aan de orde geweest. Ik heb niet met hem contact gehad, zeg maar. En u zegt ook vanavond niet hier. Voor mij is het in ieder geval reden om niet samen te werken met Forum voor Democratie. Ik vind maar... niet samenwerken. Daarmee zou maar ik heb zeggen, het echt over coalities. Voor u voelt het misschien ver weg, maar we gaan nu ook naar... Ik zou zeggen van, voor mij is dat helemaal niet meer aan de orde. Want alle partijen hebben ongeveer al gezegd van... ja, eigenlijk is Forum voor Democratie gewoon ja, de door de mand gevallen. Het CDA heeft al gezegd. Ja. Dus er is helemaal geen reële kans dat Forum... ja, maar zij zeggen het wel, u zegt het meedoen. Niet. Ja, maar omdat dat voor mij een punt is van, ik vind, ik wil daar zorgvuldig in blijven. Dat hebben we steeds zo gedaan. Dat je eigenlijk zegt, kijk... bij partijen, als het echt gaat om coalities of gemeentelijke of provinciale samenwerking, hoe ben je programmatisch verwant met een partij? En wat weet je van een partij, hoe ze zich hebben gedragen? Kan je daar geloofwaardig ook mee samenwerken? Ik zeg ook niet, ja natuurlijk, dat kan altijd. Maar dat moet je van geval tot geval beoordelen. Ja. Maar ik zeg, Forum heeft zich echt buitenspel gezet. En ze hebben eigenlijk laten zien dat zij bestuurlijk niet een fatsoenlijke partij zijn om mee te werken. Dan ga ik u tot slot vragen, en u bent de eerste lijsttrekker vanavond. We gaan het aan alle lijsttrekkers vragen. Met wie u voelt het misschien nog heel ver weg met het aantal zeteltjes, maar toch, als u een coalitie zou mogen vormen, met wie, met welke drie partijen zou u dat dan het liefst doen? En dan gaan we naar het bord kijken bij Arjen Noorlander. Ja, en daar zit hij, de heer Van der Staaij, in de treffenzaal. Ja, misschien kunt u zich dat voorstellen, een stoeltje in de treffenzaal? Het is een mooie plek, de Trevenzaal. Ja, maar ja. De Tweede Kamer is ook een hele mooie zaal. Dus, U zit er al in het kabinet. Wie moet erbij wat u betreft? Nou, dan ga je ervan uit dat wij zeg maar, alleen niet voldoende zetels hebben voor... Gaan we voor de zekerheid maar vanuit. Dus ja, zeker op dit Nederland moment wel vaak het minimaal geval, dus... drie erbij zou fijn zijn. Om die 76 denk ik ook dat best lastig gaat Noem worden eens, in één keer. Nou, dan zou ik kijken naar partijen. Ga je als je de stemwijzer invult, en die zijn er genoeg, dan zie je welke partijen dat er natuurlijk uitspringen. En als je ook kijkt naar welke partijen dan ook nog een beetje bestuurlijk betrouwbaar zijn, met wie we het meest natuurlijk verwant zijn, dan kom ik natuurlijk allereerst denk ik aan de christelijke partijen, CDA en ChristenUnie. Ging ik al een beetje vanuit. Die zijn aangeschoven, maar dat bent u er nog lang niet. Het zijn lastige tijden. Een beetje bestuurlijke stabiliteit is ook welkom. Zullen we de VVD ook maar een plaatsje geven? Daar heeft u nog steeds na 10 jaar vertrouwen in, de VVD erbij. Dat zijn de drie. Dat hebben we u gevraagd. Maar als we met de huidige peilingen uitrekenen, dan moet u er eigenlijk nog eentje bij. Kunt u zich dat nog voorstellen, dat er nog een partij is met wie u zaken kan doen? Ik denk dat het hiermee zou moeten kunnen lukken. Ja? Ja. Moet u wel gaan winnen bij de verkiezingen? Ja, inderdaad. Of de andere partijen nog wat. Maar hier moet vanuit meekomen. Hoeveel worden het er voor u? 4 zou geweldig zijn. We zijn bescheiden. Bescheiden met 4. Ik wil u hartelijk danken voor uw komst. Kees Van der Staaij, lijsttrekker van de SGP.